Met het cultuurbeleid moet er geld gemaakt worden. We moeten eraan verdienen, maar dat gebeurt niet. Een van de uitspraken van fiscalist Roy Reiger, die gisteren de inleider was op de 14e Self-Reliance Trifose Avond, georganiseerd door de Henry Frans de Ziel Stichting. De lezing had als titel: Hoe kunnen de overheid en het bedrijfsleven samenwerken aan de ontwikkeling van de cultuursector? Reiger heeft als standpunt samen van kunst en cultuur genieten en samen betalen. In het beleid van het directoraat cultuur staat dat organisaties en instellingen subsidies bij de overheid mogen aanvragen. Subsidiestelsel en geld gaan vragen bij de overheid, toch? Dat is niet meer dat ding. Want je gaat niks krijgen, toch? Zonder subsidie, maar dat weten we ja, zonder subsidie zullen de instellingen die de culturele infrastructuur vormen, niet overleven. Bedankt voor de gouden tip, inderdaad. Ja toch? Subsidie voor de productie van podiumkunsten is dringend noodzakelijk. We zijn het allemaal met u eens, toch? Mensen, u ziet het. Serieus, beleidsvoornemen, maar basically is het afdeling, niks gaat lukken. Want we zeggen die mooie dingen, we zeggen dat onze innerlijke waardigheid, wat dat ook mogen zijn, verheven moet worden naar grotere hoogten, toch? Weet je? Alleen we zeggen dat gaan we bereiken en we gaan actie aan die money, toch? Dat betekent dat het niet gaat lukken. Reiger zegt nooit te horen van culturele organisaties dat zij erop uit zijn om geld te verdienen. Make money. IMSAP make money. Als de cultuursector dat niet kan, bent u over een aantal jaren dood. En met dood bedoel ik ook, u beleeft cultuur op een niveau waarop je het niet wilt beleven. Toch? Manieren waarop de cultuursector geld kan verdienen zijn volgens Reiger met name via subsidies, leningen, donorfinanciering, giften en donaties, sponsoringen en fiscale faciliteiten. Op het gebied van de monumentenzorg zijn er echter enkele zaken die de wenkbrauwen doen fronsen. We begrijpen met z'n allen en we zijn met z'n allen eens dat als iemand een monumentaal pand heeft, toch? Dat dat pand een maatschappelijk belang heeft wat het persoonlijk eigendom van de persoon ontstijgt. En dat is de rechtvaardiging om te zeggen, Reiger, je hebt een prachtig pand, is een monumentaal pand. Maar brada, jij mag niet doen en laten wat je wil met dat pand. Want het belang van het pand ontstijgt. Volledig mee eens. Niemand kan er iets tegen zeggen, maar nu komt dat ding. De zwakte. Als we gaan praten over rechten. Wat staat er vervolgens? Ik heb het gehighlight. Zakelijk gerechtigden tot een monument. Check dat eens hier. Kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit staatskas ten behoeve van herstel en instandhouding. Ik wil niet vervelend doen. Ik wil niet lelijk door het leven gaan. Maar de mensen die nu met monumentenzorg bezig zijn en met deze grap werken, dit slaat gewoon nergens op, hoor. Als fiscalist is Reiger het met de sector eens dat de vermakelijkheidsbelasting weg moet. De inleider eindigde de avond met de notitie dat het beter kan met de sector en gaf daarbij als voorbeeld het initiatief voor het Elisabeth Samsonhuis. Aan het eind van de avond kreeg dichter en voordrachtskunstenaar Sombra, pseudoniem van Stanley Richard Slijngaard, de 5e Self-Reliance Trifosa Cultuurprijs uitgereikt.